Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zit samen met Pip in de auto. Wij gaan namelijk naar Leeuwarden. Een van mijn vriendinnetjes die woont daar. En daar gaan we twee nachten slapen. Het is wel echt een mega eindrijden. Maar ja, ik moet dan altijd denken aan die meme. Over dat mensen die dan zeg maar uit de Randstad komen, die dan naar Groningen moeten rijden, doen alsof het 16 uur is. Maar als het andersom is, doen ze net alsof het anderhalf uur is. Maar Marije komt heel vaak naar mij toe, dus nou ga ik naar haar. En ze is onlangs verhuisd. Superleuk. Heel veel zin in. Dus ik ga nu rijden, muziek aan, lekker meezingen en naar Leeuwarden. En inmiddels is het een dag later en ben ik in Friesland. En zit ik hier lekker op de bank te chillen. Ik ben bij Marije en Marije is vriendinnetje van mij. En wellicht kennen jullie haar wel, want ze heeft ooit in het ver verleden ook een YouTube kanaal gehad. Maar tegenwoordig werkt ze bij Casino. Hallo, hallo everybody. En jij bent lekker soep aan het maken. Yes, fenomenale wortelsoep. Wortelsoep. Van Marije. Echt mega benieuwd. Maar wat ben jij aan het doen dan? De afwas. Ik ben alles al. Ja. Vincent is de boyfriend van de Marijes. Wow. En ze hebben ook nog een keukenassistent. Ja, die helpt echt heel goed mee. Die controleert of alles nog goed is. Ja, ik snap dat wel, hè, Pip. We hebben net allemaal leuke dingetjes voor jou gekocht. Zullen we dat eens laten zien? Oh, het ruikt wel echt al lekker, maar dat komt door die bouillon. Ja, dat is vooral de bouillon en de ui. Maar ja, knoflook komt er ook in, heel veel knoflook. Doe je een uitje nooit fruit van tevoren? Nee. Oh, nee. Huh? Nee. Wacht maar. Ik ben Wacht heel maar. Benieuwd. We zijn namelijk net bij de intratuin geweest, want zoals je kan zien is Marije's huis zeg maar een halve intratuin. Als je iemand gek is op planten is dan Marije. Maar ik heb dus een slaapmandje gekocht voor Pip voor in de auto. Dus Pip gaat wel vaker met mij mee ergens logeren. Dan kan ze dus, zij zit al op de passagiersstoel aan een hondenriem. Maar dan dacht ik, als ik deze dan neerleg, kan ze lekker, Pip vindt het lekker om in een bolletje te kruipen. Dus kan ze lekker daarin liggen. En als ik dan toch bij iemand ga slapen, dan heeft ze meteen een mandje voor daar. Al slaapt ze in die end toch altijd bij mij op bed of op de bank. Maar kijk, ze vindt hem dus wel geslaagd. Deze, maar die neem ik gewoon mee naar huis. Ja, of misschien haal ik hem wel uit de verpakking trouwens. Pip vindt kattenballetjes dus altijd heel leuk. Daar ben ik toen achter gekomen toen wij bij Irma en Gert waren, mijn ex-schoonouders. Ik hield mijn haar vast. Dan kun je het beter vast doen. Oké, bij mijn ex-schoonouders. En die hadden dus een kat. En Pip krijgt gewoon een hondenballetje, alleen niet in haar mond. En daar gaat ze dan ook zelf mee spelen. Dat is dus het leuke eraan. Oh, nou ja, ze is snel uitgekeken. Maar in deze weet ik niet zo goed wat ik daarmee moet. Verder heb ik dit gekocht. En een lekker bot. Maar die krijg je echt nu niet. En een snoepjesbal. Ze had er eentje, maar die is kapot gegaan laatst. En daar is ze dus heel erg fan van. Maar dit is dus mini. En dat is dus eigenlijk ideaal. Dus daar ga ik heel veel van die snoepjes in doen. En dan kan zij daar lekker mee spelen. Ja, hè? Oké. Okay. Werkt wel iets anders. Ho. Oh, dan komen ze er wel snel uit. Nou, succes. Doeg. Oh. Heb je hem nu al onder de bank? Je had hem precies 3 seconden. Ja, daar kan je niet bij, nee. Oh, echt waar. Oké, doeg. Zo, ik zit inmiddels op de bank. En Marije, die is gaan slapen. Die was heel moe. We hebben het gisteren echt best wel laat gemaakt. Toen ik aankwam was het al best wel laat. Oh, ik heb het echt koud. Afgelopen maandag was Anouk bij mij. En toen hebben we samen een raam lopen lappen. Nou, dat was een heel karwei. Aangezien ten eerste mijn ramen best wel vies worden.
En ten tweede, ik een huis heb met heel veel ramen, waar ik heel blij mee ben. Maar omdat ik dus aan de waterkant zit, worden ze ook heel snel smerig. Dus het is altijd een beetje dweilen met de kraan open. Vooral in de winterdagen, dan raak ik ze echt niet aan, want dat heeft helemaal geen zin. Nou, dat gingen we dus doen. Dus we gingen de bank verschuiven, omdat de binnenkant van de ramen ook gedaan werden. En toen vond ik iets terug wat ik denk ik, nou, al 1,5 jaar kwijt ben. Namelijk mijn bril. En ik ben echt het gelukkigste meisje op aarde. Ik vind me niet per se heel goed staan. Maar ik vind het wel gewoon chill dat ik niet... Nu kan ik gewoon mijn lens uitdoen en kan ik nog steeds zien. En soms krijg je gewoon een beetje droge ogen van je lens. En heb je gewoon even 's ochtends geen zin om meteen je lens in je ogen te douwen. Nou kan ik gewoon zien. Dus ik ben helemaal blij. Het reflecteert natuurlijk wel een beetje in de camera, maar ja, so be. En het is inmiddels donderdagmiddag en ik ga naar huis. Waar heb ik nou weer mijn autosleutel gelaten? Je kunt die zeg maar moeilijk kwijt zijn als je er net de autodeur op opgemaakt. Huh? Hoe kan ik nou mijn autosleutel kwijt zijn, Pip? Ligt hij toevallig hier? Dit is zeg maar een soort van praktisch gezien best wel onmogelijk wat er nou gebeurt. Got him. Hij zat tussen de... Stoel, helemaal top. Ik heb gisteren een geurzakje gekocht. Deze van Bridgewater. En dan ruikt mijn hele auto naar kaneel. Dat is best wel een goede tip. En dit was zeg maar het idee. Dus nu zit mevrouw gewoon lekker in een mandje aan de hondenriem. En gaat zij hopelijk lekker slapen. En ik ga naar huis toe rijden. Niet vergeten mijn parkmobiel uit te zetten. Het was in ieder geval super gezellig. En Leeuwarden is echt een mooie stad. Ik was echt verbaasd over hoe mooi deze stad eigenlijk was. Ik ga de verwarming aanzetten, want het is best wel fris. Ja, ik ga rijden. Ik zie jullie wel weer. Leuk allemaal. Lekker gelul. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Ik heb gisteren echt een mega schoonmaak gedaan in mijn huis. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren en of dat überhaupt of ik dit heb laten zien. Maar er stond hier echt een berg oud papier. Dan zeg je u tegen, nou ik heb nou mijn dekbed, die zat in de was, maar dat stond zo maar hier. En dat is allemaal weg. Nou, we hebben het oud papier vervoerd. En ik had wat nieuwe planten gekocht, weer. Nu stop ik er echt mee. Ik had 3 plantjes nog gekocht en nu is mijn woonkamer wel echt plantklaar, denk ik. Maar ja, ik hou gewoon van planten. Dit maakt me zo intens vrolijk. Al dat groen. Nou goed, deze plant is dus nieuw. Die heb ik hier neergezet. Dan heb ik hier een nieuw plantje. Deze. Nou, deze had ik al. En ik heb deze yucca heb ik ook nieuw. Ik vind hem heel leuk ook in deze pot. Hier stond voorheen altijd het speelgoedbandje van Pip, die staat nu op de gang. Ik vind het typie er ook schattig naast, zo. En ik ga zo meteen sporten voor de 2e keer deze week. Ik had echt weinig motivatie en ik was in Leeuwarden natuurlijk. En op de een of andere manier knijtermoe. Toen ik terugkwam uit Leeuwarden heb ik van 6 uur s'avonds, s'middags, eindmiddag, tot de volgende ochtend 8 uur geslapen aan... Bekant 1 stuk. Dat was bijna intens. Zo lang heb ik geslapen. Ik had het scherm maar echt nodig. Maar ik weet ook niet zo goed waar het vandaan komt. Oké, wij zijn bij een of ander meubelding. Maar ik wil even chapeau. Voor degene die niet weet hoe die moet parkeren. Ik heb dus echt al sinds gistermiddag hier een doos staan van ASOS. Met kleding die ik heb besteld voor festivalseizoen. Echt super tof, maar dit is eigenlijk helemaal niet iets voor mij om dit hierin te laten liggen. Normaal gesproken heb ik dit al lang gepast, maar ik heb er dus nog geen zin in gehad. Behalve deze riem, die vind ik wel echt heel erg tof. Die kan je heel strak dragen en dan dat die lap er zo overheen hangt. En dit kettingje hou ik denk ik ook. Het is een choker met van die schelpjes. Ik heb lipstift opgedaan, wat een klein beetje een soort van foutje is.
En ik geef inmiddels ook weer bijna licht. Dus ik denk dat vanavond wel weer even de tijd is om de zelfbruiner erbij te gaan pakken. Maar nu geef ik daar even weiniger fucks om. Want ik ga namelijk eten bij Kali met Wesley en Berlijn. We zijn even naar huis toe gegaan. Ja, we waren bezig met iets dat kan ik helaas nog niet laten zien. Wellicht later. Maar dat kon ik dus nu niet filmen. Beetje kut. Eigenlijk heb ik een beetje weinig gefilmd deze week. Dus ik hoop het in ieder geval nog met dit weekend een beetje goed te kunnen maken. Pleun heeft trouwens dit schoenenrekje in elkaar gezet. Het is echt super chill. Ik heb natuurlijk hier in de inloopkast heb ik een heel groot schoenenachtig gedeelte. Maar dit is gewoon wel fijn voor de schoenen die ik wat vaker draag. Zoals bijvoorbeeld mijn Dr. Martens. Ik was al begonnen, maar net op tijd. Maar wij zitten te eten bij Kali. Lekker. En we zitten in een soort van schoolhouding. Maar wel leuk, want we kijken zo naar beneden. En we hebben lekker een vleesplankje. En dit is echt het lekkerste ooit. Hey, geoefende sporter. Ik dacht dat ik mijn moeder als verrassing mee kon nemen naar een plek wat wij niet kennen. Een of andere theetuin in Millingen. Maar we kunnen de auto niet meer parkeren. Dus die hebben we nou maar ergens geloosd. En we moeten nou nog een half uur lopen. Maar in die theetuin is het ook weer de bedoeling dat je gaat wandelen. Dus ja, misschien zijn we vandaag 16 uur onderweg. Hebben we wel lekker verbrand. En dat op een zondag. Maar we klagen niet, want het is wel 20 graden. Het ziet er prachtig uit. Je ziet precies één sloot. Nee, dat is niet waar. Maar je kijkt wel naar uitzicht. En daar die ooievaar. Zie je dat? Op het nest. Mama loopt er wel echt al bij alsof de vandaag gaan lopen. Ik heb wel goede schoenen aangetrokken, dat scheelt. Ik ben blij dat ik niet mijn Dr. Martens heb aangetrokken vandaag. En ik heb hem afgemaakt met dit riempje, die heb ik van ASOS. En dan gewoon, ik heb mijn Vans aan. Dus ik kan het wel aan, gelukkig. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, want het zag er echt uit als een klein stukje Bali. Dus ik ben... Kijk wat er op het bord staat. Ja, daar moeten we niet heen. Daar zijn koeien. Nee, maar daar is, ik vind dat zijn van die grote runderen. Ja, ze betreden op eigen risico. Hou ik niet van. Als je ze niks doet, doen ze jou ook niks, hoor. En ik heb een heerlijk bord met brood. Ik zie het. Het is hier wel echt super mooi. Heel druk. We hebben er nog niet heel veel van gezien. We moesten een half uur lopen om hier te komen. Maar dat is oké. Hier beneden kunnen we in de schaduw zitten. We hebben alleen geen tafel voor het eten. Nou, dit zet je maar op schoot dan, hè? Ook leuk. En we gaan weer terug. Het was wel mooi. Heb ik überhaupt eigenlijk dat ding gefilmd? Ja, dat Bali in het klein. Dan ben ik hier en dan heb ik het soms en helemaal nooit op film staan. Dat zou een beetje jammer zijn, ik weet het niet meer. Echt super leuk. Het is een trappetje. Dan heb je hier dus zo die hele tuin. Kijk hier. Dit is echt wel heel schattig. Dan heb je zo'n vijvertje en dan kan je daar lekker zitten. Mooie planten. Het is wel wat kleiner dan ik had verwacht. Maar in principe heerlijk om met je kinderen gewoon te spelen en te doen. Doei! Doei! Het herkend door de meisjes. Straks heel veel op de foto geweest. Dat was wel leuk. Maar goed, we lopen nou weer terug. We moeten dus nog een half uurtje teruglopen. Maar dat is gelukkig met dit weer geen schande. En we hebben een hoop mooie foto's gemaakt. Lekker. Kijk, dit is dan de ingang. En hier heb je ook nog tuin. En hier kun je allemaal zitten. En daar kun je allemaal zitten. En daar is mijn moeder, die zich afvraagt waar ik blijf. En ik met mijn forever snotneus. Echt wel leuk, hoor. Ja, leuk. En daar zijn we helemaal niet geweest. Kijk, klaar. Oh ja. Leuk, hè? Kun je ook nog overdek zitten, ja. Nou, dan gaan we teruglopen. Alleen, ja, het enige nadeel is dat je dus wel echt rekening moet houden met een, ja, tussen de 20 en 30 minuutjes lopen. En als je een fiets hebt, is het wel meer toegankelijk. Maar ja, als je niet hier vandaan komt, kom je sneller met de auto. En dan moet je eerst de auto parkeren en dan moet je dus nog wel een stukje lopen. Dus op een dag als dit is dat perfect. Maar je kunt dus niet je auto dumpen en dan vervolgens hier wat gaan eten. Maar het is wel leuk dat wij
Het was weer wel lekker. Ja, het was wel heel lekker eten, ja. Ja. En ze hielden heel goed rekening met allergieën. Daar kunnen sommige restaurants ook nog wel wat van leren. Maar dat is wel chill. Kijk, hier lopen allemaal van die buffalo's in het wild. Oh, daar nog meer. En mama die vindt het echt super eng, dus die had net helemaal mijn hand vast. Toen op de heenweg stond er eentje. Op de heenweg stond er eentje op streek, echt midden hier gewoon. Ja, mama helemaal bang. Het was zo, wij kwamen aanlopen en ik zag dus iets bewegen, dus ik zei, ik zie een wolf. En mama die wilde al bijna terug, terwijl we al, ik weet niet hoe lang aan het lopen waren. Mama dacht, joh, een wolf, kalm. Ja, dat kan. Ja, dat kan. We zitten tegen de grens van Duitsland en er is een wolf gespot, heeft ze het over. Ja, nee, dat is serieus. Daar staat weer iets te kwispelen. Waar? In de bos. Zolang het daar aan de zijkant is, ja. Nee, maar volgens mij... Ja, maar dat was de vorige keer toch hier? Dan waren we er nu ook allemaal langs. Kijk uit, hè? Ben je niet in de... Ja, dat was deze koeienvlaai. Die was net nog ver. Gadver. Maar wel mooi, hoor, hier. Heel mooi. Ondertussen om een seconde bijna mijn bek. En mama die loopt de hele tijd etteren over dat ik voor me moet kijken. Ja, je kunt niet lopen met de camera. Gaat nog een keer fout. Goedemorgen, het is maandag. En ik ben me bewust van het feit dat ik eigenlijk best wel weinig heb gevlogd deze week. Ik heb gelukkig gisteren wel die theetuin laten zien. Maar daarna heb ik mama met migraine naar huis toe gebracht. En toen heb ik eigenlijk ook niks bijzonders meer gedaan dan in bed gelegen. Deze week heb ik, even kijken, wel wat leukere afspraken. Dus in ieder geval wel weer wat meer dingen die ik kan gaan filmen. En de aankomende weken sowieso wel. Hetgene waar ik eigenlijk het meest van baal is dat ik heel weinig van Leeuwarden heb laten zien. Dat ik dat echt een super mooie stad vond. Maar een goede reden om een keertje terug te gaan en het wel vast te leggen voor jullie. En ik heb één ding wel geleerd. Dat is dat je echt zoveel plekken in de buurt hebt waar je vaak helemaal geen weet van hebt. Dat is echt leuk. Zo ben ik met Pleun laatst bij een pancake dingetje gaan ontbijten. Nu met mama naar die theetuin. Echt leuk. En dat allemaal in de buurt van Nijmegen. Terwijl ik woon hier al mijn hele leven. Nou ja, goed. Met een jaar uitzondering dat ik in Amersfoort woonde. Maar ja, het is wel heel tof. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Nu meteen ook weer de vlog openen voor de volgende week. En daar heb ik heel veel zin in. Want het is super lekker weer. En ik zit letterlijk... zonder broek aan deze vlog te editen. En ik ga vanavond lekker naar mijn zwager. En daar heb ik heel veel zin in. Dat is de man van mijn zus. En daar ga ik lekker eten. Dus daar verheug ik me op. Want die zie ik niet zo heel vaak. En ja, dikke kus van mij en Pip. Pip is er ook.